steeds goed. Lees hem maar naar boven. Ik wil het dit nu ook wel. Doe het, gaat. Oké. Okay. We staan bij Zaandam station en zometeen wordt er in een liftschacht geplaatst. Maar ik ga aan Elias vragen hoe dat nou precies gaat. We hebben vandaag een 220 tons kraan bij ons om voor Hegeman de liftschacht in het gat wat ze in het dak hebben te plaatsen. We gaan er om 10 uur mee beginnen, aangezien ze een kwartier het station ontruimd hebben om 10 uur. En we hopen ook binnen het kwartier klaar te zijn. Hij moet best wel door een klein gat, als ik het zo zie. Het is redelijk krap. Je moet altijd goed opletten. Het is uitgemeten, dus het zou moeten passen. Maar het is altijd even een kwestie van even kijken hoe het gaat, hoe het ook met de wind gaat. Dat wou ik net zeggen, hoe gaat het met de wind? Want er staat best wel wat wind. Ja, het is kantje boord. Het zou niet harder moeten gaan waaien. Helemaal top. Nou, succes. Dank u wel, meneer. Niet zo was je leuk, maar. Ik heb een momentje. Nog steeds dicht houden. Als het zo symbolisch is, dan wil ik er ook uit. Ja,
in Verdam, hier in Zaandam, dat begint toch echt ergens op te lijken. Ze zijn al heel druk bezig op het stationsgebied. De oude lift is weggehaald en de nieuwe liftschacht is er vandaag zojuist ingeplaatst. Wel werd eventjes het stationsgebied ontruimd, kort afgezet. En dat was echt wel nodig, want je praat over 8 ton... wat door de Koninklijke Zaan de lucht in werd getild. En wij zijn achter op de hijskraan gestaan en we mochten meekijken.